We staan hier op de Fotokina in Keulen. Het is de werelds grootste fotografiebeurs. Nou, er zijn natuurlijk heel veel nieuwe camera's te zien. Waaronder deze nieuwe systeemcamera van Canon, de Canon EOS M. Systeemcamera is een camera die, net als een spiegelreflexcamera, verwisselbare lenzen heeft. Het voordeel ervan is dat de body veel kleiner is en de lenzen vaak ook. Waardoor je gewoon minder gewicht hoeft mee te sjouwen. Terwijl de kwaliteit min of meer vergelijkbaar is in veel gevallen. De Canon is rijkelijk laat met het introduceren van hun systeemcamera. Panasonic was hier 4 jaar geleden al de eerste die met een systeemcamera kwam. Namelijk de Panasonic G1. Maar goed, hij is er nu toch. En wat valt er over te zeggen? Hij is compact, zoals te verwachten viel. Ligt wel vrij goed in de hand. De sensor die erin zit is een APS-C sensor. En dat houdt in dat de sensor ongeveer even groot is als de sensor die je vindt in een instapspiegelreflexcamera. Bijvoorbeeld de Canon EOS 650D. Wat is nou het voordeel van zo'n grotere sensor ten opzichte van de sensor in een compactcamera? Het voordeel daarvan is dat je bij weinig licht kwalitatief betere foto's kan maken. De foto's hebben wat minder ruis en je hoeft lagere ISO-waarden in te stellen. Wat valt er verder nog te zeggen over dit toestel? Dat is dat hij duidelijk gericht is op de beginnende fotograaf. Dus de mensen die nu een compactcamera hebben, betere kwaliteit willen, maar niet gelijk een spiegelreflexcamera willen kopen. Je kunt het dus zien aan het feit dat er maar heel weinig knoppen op zitten. En dat de bediening vrijwel geheel via het touchscreen plaatsvindt. Ik fotografeer al wat langer, vind ik dat iets minder prettig. Ik wil graag direct toegang tot handmatige belichting. Daarvoor moet je hier echt vrij diep het menu induiken. Dat bevalt mij iets minder, maar ik kan me voorstellen dat als je beginnend gebruiker bent, dat het wel erg fijn is om op die manier steeds weer iets meer te leren van fotograferen op zich. De Canon EOS systeemcamera komt met twee nieuwe lenzen. Een 18x55mm standaard lens, een 30mm vaste lens met grote lensopening, een diafragma f.2. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om al bestaande Canon lenzen, type EF en EFS, met een adapter te gebruiken op deze systeemcamera. Of je dat wil is een tweede, want erg compacter worden ze daar niet van. Maar goed, het zou dus kunnen. Deze systeemcamera kost €850. Hij is verkrijgbaar vanaf oktober. Zodra de testresultaten binnen zijn, dan kun je die lezen op consumentenbond.nl/digitalecamera's.